Hallo, ik ben Helle van der Rijden. En zoals jullie weten heb ik een passie voor make-up. Ik ben normaal actrice en zangeres. Maar omdat we met heel de corona-omstandigheden thuis zitten, leek het mij wel leuk om al mijn tips en tricks over make-up te delen. En gisteren heb ik dat gedaan over foundation. En vandaag gaan we verder met oogschaduw. Ik heb gekozen voor een vrij naturelle look. Het is een vrij simpele oogschaduw. We kunnen binnenkort wel eens filmpjes maken over oogschaduw voor op theater, of oogschaduw met glitter, of oogschaduw voor parties. Maar voor de eerste keer ben ik gegaan voor een vrij naturelle look en ik ga jullie alle jullie de tips en tricks die ik heb delen over oogschaduw of wat jullie allemaal moeten weten. Dus blijven kijken. Dus vandaag gaan we het hebben over oogschaduw. Over oogschaduw kan ik natuurlijk heel veel filmpjes maken, want je hebt heel veel verschillende looks. Ik denk vandaag dat we voor iets natuurlijk moeten gaan, iets gewoon makkelijk, iets voor te beginnen. En dan kunnen we, als jullie het leuk vinden, binnenkort ook nog wel andere filmpjes doen over smoky eyes of meer een theaterlook of meer een partylook. Maar vandaag gaan we gewoon een natural. Allee, als ik natural zeg, is het vaak niet natural. Gewoon een simpele look doen. Wat heel belangrijk is met oogschaduw, net zoals met foundation, gebruik een primer. Gaat er weer al voor zorgen dat je oogschaduw veel langer blijft, dat hij veel makkelijker aanbrengt. En ook als je dan een iets goedkopere oogschaduw op de primer doet, dan zorg je ook dat dat veel langer gaat blijven, dat dat veel intenser gaat zijn. Dus primer, deze is mijn all-time favorite. Ik gebruik die al 10 jaar, denk ik. Dat zijn die paintpotten van MAC. Ik weet niet of je het kunt zien. Je hebt die in verschillende kleurtjes. Je hebt die gewoon in huidskleur. Ik pak die zo met een klein beetje shimmer in. Zie, er zit al zo'n beetje glansje in. Dat is mijn all-time favorite. Mocht je nu MAC iets te duur of zo vinden, heb ik altijd zoals altijd gaan doen. Mijn iets goedkopere alternatief, en dat is deze van Bourjois. Eye Primer 24 Hours. Ook zeer goed. Vandaag gaan we voor de paintpot van MAC. Dus ik doe dat gewoon eigenlijk altijd met mijn vinger. Omdat dat zo ietsje vloeibaarder is. Dan doe ik gewoon zo. En dan smeer ik dat over heel het ooglid. Dus tot onder de wenkbrauw. Je ziet dat daar al een beetje een glans in zit. Ik weet dat sommige mensen dat misschien te glanzend vinden, maar dan, je hebt er ook zonder die glans in gewoon die mat zijn of die vleeskleuriger zijn. Maar ik hou wel van een glansje. Ik hou van glitter en glansjes. Voilà. Dus dat is gebeurd. Dan gaan we verder met. Als je iets vloeibaar hebt gezet, zoals net als foundation of concealer of dit, een beetje wat vloeibaarder, is het altijd belangrijk om dat vast te zetten. En je zet dat altijd vast met een poeier. Dus ik ga nu voor een vrij neutrale. Nu even kijken, ik heb altijd zoveel paletjes. Moet ik kiezen? Ik ga gaan. Nee, ik ga voor deze gaan. Mijn all-time favorite paletten zijn. Huda Beauty. Oh ja, ik vind die gewoon fantastisch. Oh, ik kan even laten zien. Dit maakt me gewoon gelukkig. Kijk naar die glittertjes. Ja, dat zijn mijn all-time favorite paletten. Dat zijn iets duurdere paletten wel. Maar de investering is het echt waard. Allee, de pigment van die paletten is gewoon supergoed. Je merkt gewoon een verschil daar wel echt in. Het is zijn geld echt waard. Als je op zoek wilt naar een goedkoper alternatief, vind ik. Deze paletten van Revolution ook altijd wel heel goed. Dat zijn ook prijs-kwaliteit heel mooie paletten. Ik denk dat je die in de D kunt kopen. Of verkoopt Kruidvat tegenwoordig ook al Revolution? Ik denk het wel. Dus dat. Maar vandaag ga ik voor mijn Huda Beauty palet. Dan ga ik gewoon een vrij. Dit is het kleurtje Moondust. Oh my god, ik word echt zo'n echte make-up artist. En dan moet ik ook zeggen welke borstel ik gebruik, zeker. Deze is van Makeup Forever 10S. Oh, dat ga ik niet altijd doen, maar ja. Dan ga ik gewoon zo over het heel het oog. Het is een vrij neutraal kleurtje. Zie, je ziet dat bijna niet als je dat aanbrengt. Erover zetten. Andere kant.
Yes. Dan, we beginnen met een iets bredere borstel, een iets grotere borstel. Zo'n borstel, deze is van Boozy Brush, van de Boozy Shop heb ik die besteld. Goeie website trouwens. En dan gaan we gaan altijd opbouwen. We gaan voor een vrij neutrale kleur. Ja, ik ben ook op het moment aan het verzinnen. Ik zou bijvoorbeeld gaan hier voor die Secret, deze kleur. Of deze kleur. Ik mix altijd een beetje zo. En dan doe ik zo. Toef, 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 toef. Toef, 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 toef. Hé, hey, kijk, ik ben ook in de spiegel. Hallo! En dan gaan we dat aanbrengen aan de arcadeboog. Dus iedereen heeft zo, als je voelt, boven je oog, zo, waar je oogbol stopt, hier zo, dat boogje. He, je kunt maar voelen, die inkeping hier. Daar gaan we de eerste laag aanbrengen. En die gaan we zo... Het donkerste moet aan de buitenkant zitten. Dus hier zet je altijd eerst je borstel. En dan blend je een beetje naar binnen. Zodat overal in je arcadeboog zachtjes deze kleur zit. Yes, andere kant. Het is dus heel belangrijk dat dat met zo'n goede brede borstel is. Sorry. Als je dat aan een te kleine borstel doet, dan gaat je dat effect niet krijgen. Dit mag gewoon goed zie helemaal hoog zitten. Dit mag goed over het hele oog zitten. Allee, in de arcadeboog. Check. Alright, dan doe ik altijd het bewegend ooglid. En ik hou wel altijd van een beetje sparkle daar. Dus, oei, ik ging naturel doen. Wacht. Ik zal een lichte sparkle gebruiken. Dit paletje van NYX. Het ziet er al echt niet meer zo mooi uit. Deze sparkle ga ik gebruiken. Dat is gewoon een vrij neutrale kleur. Maar met zo'n beetje glinstering in. Ik vind dat gewoon leuk. En die doe ik... Ja, ik doe dat met mijn vinger. Ik weet niet. Ik doe dat gewoon altijd met mijn vinger. Zo. En dat doe ik helemaal op het bewegend ooglid. Dus het bewegend ooglid is dit. Wat knippert dat weggaat. Yes. Zo, andere kant. Aan deze kant zie je de glitter beter, zie. Voilà. Dat doe ik op het bewegend ooglid. Gewoon een subtiel, klein beetje glans. Oh! Alright, dan gaan we de volgende stap opbouwen. We gaan voor weer een kleiner borsteltje. Dus een iets kleiner borsteltje als dit borsteltje, ziet je? Waardoor dat je uw lijntje iets kleiner gaan maken. Deze heb ik besteld op Amazon. Daar staat geen merk op. Dat waren niet zo heel dure borstels. Dus ik heb een paar dure borstels en ik heb een paar niet dure borstels. Die van MAC zijn supergoed, maar die zijn wel prijzig, vind ik. Dus ik heb gewoon een combinatie. En dan gaan we voor een tintje donkerder. Ik ga nu voor deze gaan. De Tickle. Tickle. Oh, dat is moeilijk. Hoe moet je dat doen? Zo, Tickle. Maar op beeld ziet dat er wel anders uit dan het echt is. Het is iets donkerder in het echt. En dan gaan we dat echt hier aan de buitenkant. Ik doe dat altijd zo'n beetje in cirkeltjes. Hier echt zo de buitenkant. En dan een beetje doorblenden naar je arcadeboog. En dan weer cirkeltjes draaien. Goed altijd naar boven werken. Nooit naar beneden werken. Je wilt geen droopy eye. Dus als je smeert, altijd een beetje denken naar boven. Naar boven denken, cirkeltjes maken en hier een klein beetje. Dit is dus al één tintje donkerder. Oké, we pakken nog de andere kant. Dus nog eens goed dat je het ziet. Hier vooral aan de buitenkant werken. Goed naar boven, dus nooit naar beneden strepen. Boven, naar boven en dan een beetje blenden in de arcadeboog. En ik een beetje cirkeltjes maken, zodat het mooi blendt. Niet te veel naar de binnenkant gaan. Stop gewoon echt hier aan de buitenkant. En work your way up. Yes. Dan gaan we nog een andere borstel pakken. Dit is een geconcentreerd. Dit gaat boven naar een topje. En deze is rond zijn meer. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Je ziet het wel, het verschil.
Die met het puntje is de laatste die ik gebruik. Deze is van Morphe M330, zoals de echte make-up artist bloggers. Dan gaan we voor nog een iets donker kleurtje. Ik ga nu voor dat bruin kleurtje hier gaan, Coco. En doordat dat zo meer een puntje is, kun je dat veel geconcentreerder. Nu ga ik dat echt zo hier, ziet je, enkel zo hier van boven in die arcadeboog zetten. En nog een beetje blenden. En dan een klein beetje, als er nog een beetje over zit, doordoen. Voilà. Hier aan de buitenkant. En dan net hetzelfde. Vooral concentreren op de buitenkant. En doordoen. Buitenkant. En goed, die arcadeboog. Maar dat is met dat tipje van dat borsteltje. Dus dat is vrij weinig. Yes. Oké, dit is dus een natural look. Als ik niet natural zou gaan, dan zou ik nog 10 keer harder gaan. Dan zou ik nog 10 keer meer glitters gebruiken. Maar dit is voor mij vrij natural. Ja, je ziet het resultaat. Je moet ook altijd denken, zonder mascara en zonder liner ziet het er altijd nog niet zo heel mooi uit. Dan is het tijd voor de concealer. Dat ga ik even doorspoelen, want ik ga dat in een ander filmpje extra uitleggen. Maar ik ga het jullie wel even laten zien. Right, fase 2 van de oogschaduw. Boven de ogen is gedaan. Dit is de natural look. Het is niet te veel, gewoon lichtjes. En dan onder de ogen doe ik met een kleiner borsteltje. Dit borsteltje is ook van de Boozy Shop bijvoorbeeld. Zie je zo'n klein borsteltje. Ik weet dat veel mensen zo een lijntje en zo'n zwart lijntje onder hun ogen doen. En veel make-up artiesten doen dat ook. Maar ik vind dat nooit zo heel mooi. Bij sommige mensen is dat wel mooi, maar ik vind dat niet zo mooi. Dus ik kies ervoor om gewoon een van de kleurtjes die je van boven hebt gedaan, om die ook van onder te doen. Maar niet meteen het donkere kleurtje, maar bijvoorbeeld het middenkleurtje. Wat hebben we gebruikt hier? Dit middenkleurtje, denk ik, Tickle. Dus die pak ik een beetje op mijn... Ik ga dat even met dit spiegeltje doen, want anders ga ik het moeilijk horen in de camera. En die trek ik dan zo onder mijn oog. Voilà. Tot hier. Hopelijk ziet je het. Yes, looks good. Dus ik ga nog een klein beetje doen. Huppla, gewoon onder het oog. Huppla, huppla. En dan kun je het zo'n beetje doortrekken naar hier. En zeker en zo'n beetje uitblenden naar boven, zodat je zo dit effect krijgt. Dus dan trek ik het een beetje door naar hier. En dan blend ik dat hier nog zo'n beetje. Et voilà. Andere kant. Voilà, en dit is de simpele look. Ik zou nooit stoppen hier. Ik zou hier nog van binnen zo... Ja, kom, we gaan dat gewoon doen. Oké, ik weet dat ik voor een natural look ging, maar we gaan dat gewoon doen. We gaan gewoon hier aan de binnenkant nog een klein beetje extra shimmer doen. Zo pak een eentje met veel Moonjust hier bijvoorbeeld, op die Huda Beauty. Een shimmer dingetje. En dan kunnen we dat... Oh ja, zie, gewoon hier in die ooghoek nog zo'n beetje shimmer doen. Oké, ik weet dat ik ging voor de natural look, maar een beetje shimmer kan nooit kwaad. Voilà. En voilà, ondertussen hebben we alles afgewerkt, de hele look. Zoals je kan zien. Er komen nog filmpjes aan waar ik andere dingen uitleg. Dus blijf zeker kijken, hou zeker het in doog voor nog meer tips en tricks. Als jullie ook nog verzoeken of zo hebben, of als jullie vragen hebben over, kun je daar eens laten zien of dat, mag je dat zeker sturen en dan bekijk ik het. En wie weet, kunnen we wel iets regelen. Doei!